Vanaf het moment dat wij het principe gingen toepassen dat ik in deze video met jou ga delen, knalde onze omzet per direct met 40% omhoog. Daarnaast geef ik je in deze video nog een salesstrategie die ik ontdekte toen ik laatst voor cadeautjes flink wat geld uitgaf bij een Chanel winkel hier in Amsterdam. Oké, stel, je gaat uit eten. Je hebt iets bijzonders te vieren en je kiest een chique tent uit. Je komt binnen met je gezelschap en je wordt hartstikke vriendelijk ontvangen en aan je tafel verwezen. De ober neemt jullie bestellingen op en de drankjes en voorgerechten worden geserveerd. Je hebt besloten om flink uit te pakken, dus je bent voor het 5-gangen diner gegaan. Het eten is fantastisch. Er is alleen één ding. Het eten werd uitgeserveerd door personeel dat geen bestellingen op mocht nemen. En na dat eerste glas wijn is de ober geen één keer meer bij je geweest om te vragen of je nog wat wilde drinken. Na 2,5 uur dineren heb jij dus één wijntje op. En of dat nou sowieso al je max was geweest voor die avond of niet, hoe had je die avond ervaren, denk je? Luister goed, zelfs al had je top gegeten en had je sowieso maar één wijntje gewild, waarschijnlijk had je de service en dus de ervaring als slecht ervaren. Maar zal ik je een geheim verklappen over die ober in kwestie? Die stond een beetje achter de bar verscholen en die dacht, ja, ik wil die mensen niet lastigvallen. Ik wil niet pusherig overkomen. Als die mensen wat willen drinken, ja, dan vragen ze dat vast wel. Zij zijn immers naar dit restaurant gekomen en ze weten dat ik hier sta. Uit respect hou ik wat afstand en ga ik me niet opdringen. Oftewel, de gemiddelde gedachtegang van de gemiddelde ondernemer. Die zien sales als iets vervelends, als iets opdringerigs, als iets waarmee ze mensen lastig vallen. En ze denken, ik heb mijn website toch, die kunnen mensen toch zien? Ik heb toch netjes gereageerd op al die e-mails en die DM's? Mensen weten waar ik ben en wat ik te bieden heb. Als ze willen, ja, dan komen ze wel. Ja, en zo werkt het dus niet. Sterker nog, met die houding loop je niet alleen heel veel omzet mis, je maakt ook nog eens een slechte indruk. Want stel je nou het volgende scenario voor. Je bent wederom uit eten in datzelfde restaurant. En je hebt je voorgenomen, ik ga maar één wijntje doen. Bij de eerste gang en daar laat ik het bij. Vervolgens zit je daar en bij elke nieuwe gang komt de ober met een glimlach bij je en zegt, weet je het nog steeds zeker? Ik heb echt een fantastische fles geopend die we normaal niet per glas verkopen, maar die past zo verschrikkelijk goed bij dit gerecht. En als je dan vriendelijk bedankt, prima hoor. Kan ik u iets anders aanbieden? Kan ik u misschien een karaf water aanbieden? Precies dezelfde avond. Je hebt nog steeds één glas wijn gedronken. Dat was ook je plan, maar een totaal andere ervaring. Waarschijnlijk zul je de service als zeer positief beoordelen. Kijk, met zuivere intenties gaan verkopen en service namelijk hand in hand. Anders gezegd, niet verkopen is een slechte service. En daarnaast, besef helemaal als dienstverlener dat je mensen alleen maar echt kunt helpen als ze klant zijn. Wat ik zou willen dat je vanaf nu gaat doen, is dan ook het ober-principe toe te passen in je bedrijf. En als je met een team werkt, dan moet echt ieder teamlid dat klantcontact heeft dit principe eigen maken en toepassen. En dat principe werkt heel erg simpel. Je blijft de klant dingen aanbieden, totdat de klant zegt, nee, ik heb genoeg gehad, dankjewel. Jij bepaalt namelijk niet wanneer de klant genoeg heeft gehad, dat bepaalt de klant zelf. Toen wij dit zowel online als offline gingen toepassen, ging onze omzet direct met 40% omhoog, zonder verder ook maar iets te wijzigen. Een laatste voorbeeld en ook nog een bonus salesstrategie naar aanleiding van een ervaring die ik kort geleden had in een Chanel winkel. Ik ging daar naartoe om cadeautjes te kopen en toen ik binnenliep werd ik direct begroet door een hele vriendelijke dame. Ik vertelde haar dat ik voor iemand een cadeaupakketje wilde kopen en samenstellen en dat ik totaal geen verstand had van make-up en of ze me daarbij wilde helpen. Nadat ze uitgebreid naar de foto's had gekeken voor wie de cadeautjes waren, begonnen we bij de lippenstift. Ze liet op haar pols een diep donkerrode kleur zien die prachtig was. Dus ik zei, ja, prachtig, oké, goed. Waarop zij zei, ja, die is inderdaad prachtig. Oké, dan doen we die. En houdt ze van glans trouwens, want deze is ook ontzettend mooi. En ze liet een andere kleur zien. Waarop ik zei, oh ja, dat is inderdaad mooi. Ja, doe die ook maar. Waarop ze zei, ja, dat is ook leuk voor haar, dan kan ze afwisselen. En roze, is dat een beetje een kleur die ze draagt? Waarop ik zei, nou, 2 lippenstiften aan €55 is genoeg hoor. Laten we naar de nagellak gaan. Bij de nagellak doorliepen we exact hetzelfde proces. Ze bleef dingen aanbevelen, wel met aandacht hoor, voor mij. Totdat ik zei dat het genoeg was. En dan gingen we direct door naar het volgende onderdeel. Uiteindelijk liep ik naar buiten met een hele tas vol Chanel. Als een blije klant, met een fijne ervaring.
En het bijzondere, als zij na de eerste lippenstift en nagellak mij niks meer had aangeboden, had ik ook niks meer gekocht. Hadden zij minder omzet gedraaid, en luister goed, dan was ik met een minder fijn gevoel die winkel uitgelopen. Dan was het niks meer geweest dan een korte transactie. En tenslotte deed ze nog iets heel erg geks. Tenminste, voor mij dan. Alle spulletjes die werden prachtig verpakt. Ik kreeg er een hele bende gaten samples bij. En vervolgens pakte ze de duurste parfum, €380 per flesje, en spoot ze die helemaal uitgebreid op die tas, voordat ze hem aan mij overhandigde. Totaal onnodig natuurlijk. En het maakte al het verschil. Niet alleen de liefde en de aandacht die in het verpakken ging, maar ook de ervaring voor degene die het cadeau ontvangt. Waarbij niet alleen maar de ogen en de handen worden geprikkeld tijdens het uitpakken, maar ook de neus. Samenvattend, pas het Ober-principe toe voor meer sales en blijere klanten. En pas het Chanel-principe toe voor meer terugkerende klanten. Omdat de ervaring rondom je product of dienst veel beter is dan de ervaring die klanten hebben als hetzelfde product of dienst bij een van je concurrenten kopen. Uit onderzoek is trouwens gebleken dat als jij je abonneert op dit kanaal, de video een like geeft en een reactie achterlaat, je sales direct beginnen met stijgen. Dus doe dat nu. En als je meer wil, klik op een van deze twee video's en dan zie ik jou in de volgende.